competitie gespeeld tegen VCV uit Veenendaal. De wedstrijd gewonnen met 3-1. Drie belangrijke punten gehaald. Spelverdeler Jot Bretthouwer van Netwerk STV. Jot, je staat met een heel ander gezicht volgens mij als 2 dagen geleden. Ja, dat klopt zeker. Afgelopen donderdag was het allemaal net niet. En ja, nu is het toch wel een erg zoete overwinning, moet ik zeggen. 3-1, alle punten thuis gehouden. Dus ik ben ontzettend blij. Ja, ik ben heel tevreden. Zeker als je eergisteren nog een wedstrijd had moeten winnen. Dan zijn we blij dat de ploeg, zo'n jonge ploeg, eigenlijk vrij snel de draad terug oppikt en dit niveau terughaalt. Dus daar kan je als coach alleen maar tevreden over zijn. Komt eigenlijk redelijk eenvoudig met 2-0 voor. Nou, dan weet je bijna altijd dat de tegenstander alles of niets gaat spelen. Hè. Ze hebben wat meer servicedruk in de derde set. Dan wordt het toch even lastig. Ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad een bekend fenomeen. 2-0 voor. En de derde set, dan gaat de tegenstander toch alles of niets spelen. En dat pakte bij hun goed uit. Zij legden veel meer servicedruk. En toch wel een hoger niveau dan ze de eerste 2 sets lieten zien. En bij ons, je moet het dan toch wel even doordrukken. Je staat 2 sets volle bak te spelen. En je moet toch zien energie te blijven geven. En dan merk je wel van, ja, donderdag hebben we een zware pot gehad. Dat is, dat voel je dan wel in de benen. Dus je probeert met z'n allen te sleuren. Ja, helaas, die derde set net niet gepakt. Gelukkig heb je dan nog geen punten verspeeld in ieder geval. Het enige wat ik wel even heb aangegeven voor de aanvang, heb ik gezegd van, kijk man, we zijn een jong team. We hebben dat enthousiasme nodig, we hebben die agressiviteit nodig. Dus daar moeten we blijven in het spel brengen. En ik weet dat het niet makkelijk is als je achter staat, maar net dan hebben we het nodig. En dat hebben we tegen Lycurgus niet gekunnen. En vandaag in die derde set zie je toch met een paar punten achter dat terug dat enthousiasme wordt aangewakkerd. En dat we ook daardoor kunnen terugkomen. Hey, en voor jou een extra tip natuurlijk. Je hebt gespeeld bij Veenendaal een tijd. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk om die wedstrijd te spelen en ook goed te spelen en dan winnend af te sluiten. Ja, sowieso is het lekker om dan te spelen inderdaad. En het mooiste is om van je oude clubje te winnen. Ik had het ook als doelstelling. We hebben het begin van de seizoen doelstelling gemaakt. En 2 keer winnen van VSV was wel een doelstelling voor mij. En dat is wel gelukt. Dus ja, ik ben echt ontzettend tevreden. Jort is iemand die altijd enthousiasme brengt, die er vol voor gaat. En dat weet ik ook. Daarom was ook een van de dat is een van de redenen waarom ik vandaag voor Jort kies. Dat weet ik, dat hij die energie erin brengt. En samen met Dirk die de rust dan brengt in het achterveld. En dat is zeker Jort zijn sterkte. Dus hij heeft vandaag ook perfect de mannen in stelling gebracht om aan te vallen. Er is eigenlijk weinig op te merken aan zijn spelverdeling ook. Dus ja, Jort heeft vandaag een heel goede wedstrijd gespeeld. De eerstvolgende thuiswedstrijd hier is weer tegen Lycurgus. Een mooi moment om revanche te nemen. Jazeker. Als je al 2 keer net 3-2 verloren hebt, dan wil je niks liever dan die gasten pakken. En helemaal als je naar de ranglijst kijkt, dan zie je toch wel dat we erg bij ze in de buurt staan. Dus het is een potje waar het zeker om gaat. Ja. En wanneer zal die wedstrijd gespeeld worden? Die wordt gespeeld op 9 februari om 8:30 in het tekenplaats.